Ja, en deze dame is jarig. Hoera, haha. Hoera. Ja, hoera, hoera. Maar ze is wel kost aan het lopen. Hoera, hoera. En alweer. Zo, het is hier warm, want ze. Die moet ik nog niet hebben. Die moet ik nog niet hebben. Ik ben heel wazig. Even herstellen. Nee. Eerst even 96 doen. 96. Want het is hier warm, mensen, in deze hokje. Het is hier ook heel warm. Wees blij dat jullie hier al niet lopen. Hoera, hoera. Leuk. Ja, berg hem even op. Ik heb er nou niks aan. Want ik moet even de post hier op zorgen. Het is hier ook een snikheid in dit ding. En dat is niet fijn meer lopen hierover. Dat had ik ben weer straks blij als ik gewoon weer. En ik heb weer wazig beeld. Leuk. Niet leuk. Nee, ik moet niet inzoomen. Ik moet uitzoomen, dom ding. Zo. 104 en 105 en 111. Dan ga ik weer naar buiten, ook leuk. Ja, nog twee adressen op en op de Floris. 111 en 118. En 122 is een keer niet, schat. Ook lekker. En ik ben blij als ik hier alweer uit dit nog laatste die, dat ding. Die, want dit, dat zijn sauna's. Daar niet, maar deze wel. Dit zijn saunaatjes. Dus ik ben blij dat ik dit dus nu al eerst doe. In de zomer hitte. Echt, het is echt gewoon helemaal niet deze. Zo. Ik ga nu weer met mijn tweede straat bezig van mijn gewijk. Dus, komt helemaal goed. Kijk, en ik ben nou weer zo vrolijk. Net toch thuis niet, hè? Nee, nou wel. Kijk, dat is leuk. Even zingen onderweg en dan ben ik weer vrolijk. Ja, nou, toen waren we dus nog steeds aan het lopen. Hier al in de laatste brief erin. Ja. De Doestraat. Doestraat. En dan doe ik de Breid. Ik neem ze gewoon even weer een stukje mee, is leuk. Zo. Dan moet ik wel even weten wat ik... opname niet mogelijk, dom ding. Ik ben al aan het opnemen, ja. Ik ga niet zeggen dat dat niet mogelijk is. Alles is mogelijk bij mij. En dan ga ik zo meteen weer lekker de schaduw in, mensen. Dat is lekker. Schaduw lopen. Kijk, loop ik eerst helemaal die kant dus op. Deze kant dus. Gaan we dus nu naartoe lopen. Ik doe de eerste vier portiekjes van de Breid. Op dit moment van de Breid. 3,85.
gaan we eigenlijk weer gewoon teruglopen. Dat is ook leuk. Oh, ik wil mijn camera recht houden. Dit is nogal kunst. Ja, ja. En dan de laatste patiek, 4,25. Veldhuis en Kemper. Ik moet nog even een andere achternaam, maar oké. Veldhuis en Kemper is leuk. Ken je die band of niet? Dan gaan we weer de zon trotseren, mensen. Ja, en weer de zon trotseren. En dat trappetje is leuk, nat. Nee, trappetjes weer trotseren. Zometeen in mijn wijk. En, hè? Hannu, doe. Doe straat. Ja, die ja. Zo. Nu al zo. Jij gaat hard. Kun je mij zo meteen helpen? Weet je wat leuk is? En ze willen allemaal geen reclame. Maar Emma, wat doen wij en door de brievenbussen? Reclame heel veel. Maar dat is en geadresseerde reclame. En dat maakt juist zo leuk. Zo, dit is alweer de laatste van de stapel. Dat is 2. Ah! Daar gaat PostNL. Collega, of ik het leuk vind of niet. Zo, in 6 minuten de tijd. 2 straten gedaan eigenlijk nu. Ja. Nog maar 2 straten?
Het is hier wel lekker hoor, lopen in de schaduw. En bij de Arie. Zevenendertig. Zo. Doe ik eerst gewoon op deze, 127. Kijk, dan loop ik gewoon weer, oh, even terug. Ik ben een beetje aan het slapen volgens mij vandaag. Maar dat geeft niet. Leuk, want ik moet toch gaan naar mijn fiets, dus dat maakt niet uit. Of ik nou eens die en dan weer, dus dat maakt niet uit. Ik moet toch weer daar naartoe. Zo. Ja, en zo ga je dus postlopen op een mooie zonnige dag. Als op je verjaardag. Ja. Dan loop ik dus nou niet door de modder, maar gewoon door het hele zachte zand. Dat is wel lekker droog is. Ja, fijn. En ik ga dan vanavond nog live. Niet zoals jullie het zien, maar gewoon op mijn verjaardag. Maar vanavond. Gefeliciteerd, Karin is jarig. En dan deze. En dan die zometeen. Kijk. Dan halen we eerst eens even deze er vanaf. Kijk. Wat een idee. Even om het belletje heen. Nou, en dan gaan we jullie weer draaien, zodat jullie weer mee kunnen kijken. Ja. Ook even eraf. In welke straat zei jij? Zo, je gaat hard kijken, nog even. Dan mag je al wel de Benoordenhoutse weg voor mij gaan doen straks. Oh, ik ga te ver. Ik let weer niet op vandaag. Het is veel te warm, zeg maar. Veel te warm. Zo. Dan kunnen we daarna lekker naar Bram toe. Patatje halen. Is dat nou geen goed idee voor mij? Dan kunnen we zo meteen naar Bram toe. Patatje halen, gratis. Hè? Monumento, monumento. Zo. Even terugbellen. Hij hoorde me niet meer. Monumento. Bel wel weer op terug. Ja. Hoor me nou wel. Wacht even dan als je wil. Ga ik weer even kijken wat de loos is. Misschien dat mijn volume zacht is. Nou nee. Hij staat gewoon hier al hard. Misschien dat jij eens even moet kijken. Bij jouw volume. En anders weet ik het ook niet. En anders weet ik het ook niet, zeg ik. Anders weet ik het ook niet. En anders moet je eventjes weer even jouw oortjes eruit halen.
Ja. Zo. Weet ik niet. Hoor je mij nog goed? Daarom zeg ik al, gewoon je oortjes en eruit houden. Ja, Ro. Wat wil je dat ik doe? Ik kan er niks mee doen, hoor, nu. Oké. En ik, maar gewoon even, schat. Ik zei van straks dan maar eventjes dat en dat jij dan de benoorde houtse weg doet. En daarna een lekker patatje halen gratis. Lijkt je dat wat? Oh. Dat weet ik niet of je dat zelf mag kiezen. Zo, nog eventjes een paar. Ro en Ro, die hoort maar zo wat niet. Maar oké, dat maakt niet uit, omdat daar heel erg lawaai is. Waar hij dus nu of zo aan het postlopen is. Dus ja, ik ga gewoon gezellig door. 32. 32, 32, 32. 32. 32. Zo. Toen hadden we hier bijna een straat gedaan, mensen. En ik vind het leuker dat jullie eigenlijk mee zijn. En dan nu naar nummer 10, dus dat is de laatste patiek. Niet deze, maar de volgende. En dan gaan we weer op de fiets naar de laan. Ja, naar de laan. Precies, kijk. En 10, wie niet weg is, is gezien, toch? Ja. Weer een straatje gedaan, mensen. 5 minuten weer over gedaan. Dat is leuk. Kijk, en nou kan ik jullie lekker meenemen, omdat het nou heel weinig post is vanzelf. Dus ik kan jullie nou gewoon even gezellig meenemen. Dat is leuk, toch? Kijk, en dan ga ik eventjes een stukje doorrijden, wat eigenlijk niet mag met de fiets, maar oké. Doe het even wel gezellig. Leuk. Mag eigenlijk niet. Ik ben nu even in zware in overtreding. Moet ik even op mijn fiets stappen. Dus jullie kunnen eventjes een beetje zo. Hola. Zo. Dan zet ik mijn fiets aan de overkant neer. Heel lekker in de schaduw. Want dan wordt mijn zadel ook niet zo warm. Even uitkijken of er niks aankomt. Ja, je ziet hier zo niks. Maar er komt niks aan. Dus ik kan lekker veilig oversteken. Ja. Kijk, lekker in de schaduw, mensen. Zo. Ja. Gewoon even lekker in de schaduw. Ook lekker. Zo. Mezelf even zien. Wat ik doe allemaal. Oh, dat is ziek idee. Even mijn fiets even schuin neerzetten. En we hebben wel een watertje verdiend, toch, mensen? Een watertje. Ik ga er eerst even bij zitten. De Ro is bijna klaar. En dan gaat hij mij helpen en met de benoord. En nee, ik ben zeker niet gestoord. Zeker niet. Dus ja, ik ga gewoon eventjes lekker zitten. Met jullie bij mij. Gezellig. Totdat Ro hier Ro is. Volgens mij, denk ik. En even kijken. Ik zeg nee. Zo, ja. Hè, alles live. Precies. Dit is lekker hoor. Gewoon even een watertje. Ja. Even een kleine pauze. Inlassen. Ik kan het beter eigenlijk gewoon hier dan hier zitten eigenlijk. Zo eigenlijk wel. Even op mijn eigen fiets. Ook handig. Ja. Hè. Even vragen waar die is. En waar ben jij nu? Nog steeds in de Wijzenbroek? Oké. Terugweg of heenweg nog? Heenweg nog. Oké, nou ik zit eventjes
En bij de Ari eventjes een watertje te doen. En dan ga ik laan doen. Dus dan weet je waar mijn fiets staat. En want mijn fiets die staat tegenover 121, 119, 125, 25, 27. Dus eigenlijk op de hoek bij Ari en Laan. Als je dus vanaf jou komt eigenlijk de Ari in, schiet bij 1 en dan eigenlijk daar op het hoekje. Ja. Zo. Ik zie weer wat. En toen had ik dus even niet in de gaten van de tijd. Ja, dat kan ook gebeuren, maar dat maakt niet uit. We zijn er weer. We gaan zo weer even starten met deze kant. De oneven en de even. Want de even, daar kom ik terug. Maar ik neem jullie gewoon helemaal mee in deze hele proces. Is gewoon leuk eens een keer, toch? Ja. Gewoon echt gewoon een vloggende postbode, joh. Is leuk. Jullie willen toch ons leven wat meer zien. Nou, prima, dat mag. Nou, wij gaan er vandoor, mensen. Jullie gaan lekker mee. Gezellig, ja. Ik ga weer even draaien. Kijk, hier heb ik weer een deelpost. Heb ik daar nog een deelpost in mijn tas. Die ga ik alvast even uithalen. Ik weet niet hoe snel Roderick kan. Maar die kan, als hij snel is, kan hij snel wezen. Dat weet ik. Zo. Dan heb ik deze hier al in. En dan mag hij die dus niet pakken, maar wel deze. En anders mag hij gewoon een stukje lekker mee. Ook prima. Dus hij mag die niet pakken, maar deze wel. Hij weet toch wel hoe ik dat heb gedaan, dus dat scheelt. Nee, ik doe het fout. Ah, ik heb het hier fout gedaan. Dat is nou leuk, mensen. Ik zet jullie gewoon even neer. Ja, ik doe je gewoon even neer. Even lekker allemaal live eigenlijk. Ook dat kan wel eens gebeuren als je dus iets niet goed sorteert. Dat je eigenlijk nog op straat eens even goed moet gaan sorteren. Nee, ik zeg staan. Op mijn zadel. Nee, hij blijft dus nou niet staan, hè? Leuk. Mijn heus. Maar ik ben de baas. Niet mijn... Kijk, heel ver ben ik ingezoomd eigenlijk. Niet. Oh, nee. Blijf staan. Ik doe even iets niet goed hier aan mensen. Die even zo. Die zo. En nou heb ik hem wel goed. Nou, mensen, we gaan van start. Zo. Weer een elastiekje eraf. Even om mijn vinger zijn. En dan gaan we weer van tussen. Alleen hij staat erop en met zo'n jumbo tas. Ook leuk. Komt niks aan. Komt niks aan. Ja, er staat een bus, maar die komt er nog niet aan. Scheelt weer. Nee, dat zeg ik niet. Ik mag de andere elastiekje er ook even van afhalen. Ik moet wat zien wat ik doe. Zo. Nummerootje 27, mensen. Daar beginnen we mee, als eerste. En jij bent klaar. Huh? Ja. De wat? Ja, is goed, joh. Ja, is goed. Is prima. Ja, is goed, hoor. Huh? Wij moeten toch zuinig zijn op en op water? Ja. Maar ik zie hier al wat en wat dus eigenlijk al niet eens mag. Ja, precies. Wij moeten toch zuinig zijn op water, mensen. Kijk, wat gebeurt hier?
De ramen die worden ook een beetje meegenomen. Ja, nou, dat zijn dus allemaal dingen. Dat is leuk om even te zien. Maar daar staan we niet bij stil. Hé, ik mag één potiekje overslaan, dat is deze. Doei! En waar vind jij nu? Ah, daar. Dat is ook leuk. Daar loop ik eigenlijk alweer zo wat tegenaan. Ik ga zo meteen naar de evenkant. Wacht dan even met de post pakken. En dan doe ik eerst even de laan en dan doe jij zo meteen de Benoord. En ik doe dan nog een stukje Arie. Dan doe ik eerst even nog 99. Zeg, ik zie niet wat ik doe. Zo. Even post omdraaien op mijn arm. Zo. Hey, ik zie een oud collega van jou fietsen. Nog steeds bereider? Hè? Oké. Zo. Zo. De evenkant. Even een sticker er weer vanaf halen. Zo. 9-4. 9-2. 8-8. 82. 0-tje. Jij ook trouwens, gefeliciteerd met je zus. Leuk. Zo, kriebel in mijn keel. Zo. Ja. Een watertje drinken zo. Zo. En jij bent al en bij mijn fiets? Bijna. 70. Voorbij wat. Dit wordt wel een hele lange vlog, mensen, maar oké. Is leuk. 62. Wie is hier? Nou, en jij bent er al, idioot. Haha, grapje. Pitstop waar? Zo. Ja, en ik hoor je remmen. Ha! 32, 32, 32 en een nummerootje 10 en wie niet weg is, is gezien. Zo. Ja, 6 minuten over gedaan bijna, over dit stekje. Hoi. Was je er ook alweer? Dat is mooi.
Zo, en wie hebben we daar? Onze andere postbode waar ik net heel kwaad op was. Heel kwaad. Echt mega boos. Ja, ik was net toch mega boos op jou. Nee, ik ben geen mega Mindy. Maar ik was wel even mega boos, hè? Ja. Zou zo maar kunnen. Nee, maar ik was het wel, toch? Nou, je was een beetje geagiteerd. Nou, dus gewoon boos. Gewoon boos. Dat mogen ze ook wel eens een keertje weten, hoor. Ja, okay. Mooi. Goed. Niet goed en geld terug? Nee, niet goed geld weg. Oké, jammer. 1 halen, 2 betalen. Top. Ja. Yeah. Toen was dat weer bijna 11:30. En ik ben dan nu eventjes met mijn laatste straat bezig. Eigenlijk officieel mijn ene laatste straat. En mijn Roos is met mijn laatste straat bezig. Dus ja, zo helpen we elkaar. Dus, maar ik neem jullie dus nu nog even mee. In mijn laatste straatje. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier nog. Ja. Even zo. Zo, 11 van 11. Zo, de 25. Deze stoep hier is helemaal opnieuw aangelegd, net zoals de straat. Dat ik hier net kwam werken, lag het ook helemaal open hier. Dus ik werk hier nu al bijna. Bijna 4 maanden, 5. Ja, 5 denk ik nu. Zo. En deze stoepjes, die waren elders ook, maar daar is ze dus nu helemaal vervangen. Dat is ook heel gaaf. Kijk eens hoe leuk. Al deze dingetjes. Het is nou nog mooi hier, maar... Nou, en hier heb je dus een betaalautomaat. Joehoe. Ik ga te ver. Maakt niet uit. Ja. Ja, het bordje is bij half weg. Ja. Dan zeggen wel eens mensen van ja, maar je weet het toch. Ja. Moet het inderdaad weten, maar mensen, het is warm. Kom op. Nou, dan loop je toch even. Maar, en ik loop nu ook goed. Nou ja, prima toch? Zo. Dat is het leukste. Het zit allemaal lekker vast. En dat is niet leuk. Kijk, en daar heb je weer iemand van de PostNL. Oh, lekker op kassa. Hoi. Kijk, en dat zeg ik. Deze stoep waar ik dus nu op zond en op ga, die is helemaal vernieuwd. Ik vind hem zo mooi. En ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar hij is gewoon wat mooier, ja. Ik vind hem wel mooi. Zo, en dan hebben we bij deze portiek ook hetzelfde. Tegels. En dan ben ik alweer bijna klaar met deze. Kijk. Bijna. Hola, ik wil te snel. Zo. Wel ja.
Ja. Nog twee heb ik te gaan. Nog twee. En dan kan ik even kijken waar Ro is. Kijk, zo mooi. In de bosjes. Het gaat helemaal doorgroeid. Zo. Zo. De laatste mensen, de laatste. Ja, de laatste gaat in de brievenbus. Nou, zoals kijken waar mijn vent is. Ook dat nog. Ja, ik neem even keelsnoepje. Ja. Volgens mij is het al een beetje aan het drommelen. Heel in de verte. Maar dat weet ik niet zeker. Maar oké. We gaan even kijken waar Ro is. En dan kijk ik even waar ik ga weer vloggen. Straks, vandaag, vanmiddag, vanavond.